Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Laatst in de commentaren zei iemand dat hij een Lima wilde digitaliseren, maar niet wist hoe. En vroeg of ik het kon doen of dat ik er een filmpje van kon maken. En inderdaad, ik heb nog een oude Lima hier liggen van de Belgische spoorwegen, een Benelux trein. En deze is nog volledig analoog. Ik heb een digitale gehad. Daarbij heb ik ook de motor vervangen. Uiteindelijk was dat niet zo'n succes als ik had gehoopt. Dus poging nummer 2. Waarbij ik de motor in ieder geval er gewoon in laat zitten. Want die is nog prima. Benodigdheden. Behalve natuurlijk de locomotief. Een decoder. Iets om de locomotief in te kunnen zetten om makkelijker te werken. Wat satéprikkers om open te maken. En een soldeerbout die nog even op moet warmen. Je kunt ervoor kiezen om de decoder, de connector eraf te knippen. En de kabels rechtstreeks te gebruiken om op de locomotief te monteren. Ik heb alleen zelf een boel van deze pluggerhouder dingen. Waar je een decoder in kunt prikken. Die ik voor verschillende projecten gebruik. En het geeft mij wat meer flexibiliteit. Ook, dit is namelijk een LaserDCC decoder die niet fantastisch is. Misschien is hij goed genoeg. Misschien dat ik hem kapot krijg omdat ik een draad verkeerd aansluit. Dan heb ik in ieder geval dat ik hem makkelijk kan verwisselen. En deze draden zijn ook een stukje langer dan van de decoder. Dus het geeft mij ook wat meer werkruimte. Deze locomotief van Lima en meeste locomotieven van Lima zijn in dusdanige simpele uitvoering dat je er makkelijk een decoder in kunt zetten zonder dat het veel zonder dat je veel ruimte hoeft te maken. En ook is het niet zo dat je er een goede doorkijk door hebt. Dus dit is niet nodig om heel goed weg te werken, vind ik zelf. Nou, we beginnen met deze open te maken. Zodat ik daarna de kap weg kan leggen. Deze locomotief heeft nog een flink stuk lood. Dat gaat uit de weg. Na gebruik, na vastpakken van lood, als je iets wil gaan eten of zo, handen wassen. Erg belangrijk. Deze heeft gloeilampen. Die zitten hier. Dit is een ding van net. Hier zit nog een schakeling om bovenleiding te gebruiken of nou juist niet. En vanaf dit trein, deze as, loopt de kabel naar deze schakeling. Die kan wisselen tussen bovenleiding en de pick-up hier. En dan is deze lange draad is dus één stroompick-up. Die ga ik loshalen. En dat doe ik omdat ik de stroompick-up vanaf de motor, vanaf de rails ofwel de bovenleiding. En ik raad je niet aan om met bovenleiding te gaan rijden met digitaal, maar goed, ik laat hier de optie even inzitten. Je wil de motor isoleren, net als dat je de verlichting wil isoleren. Dus het is een beetje volgen wagen alle draden heen en die één voor één loshalen en eventueel nog die vervangen voor goed gekleurde draden. Hier zitten twee diodes. Dat is zodat de lampen de goede richting uit branden bij het rijden. Dat doet dadelijk de decoder voor ons. Het zijn hier ook gloeilampen, dus we hebben geen probleem met polariteit. Dit is
ook weer een gloeilampdraad. Dit is ook een gloeilampdraad. Die komen hier allemaal op de motor uit. Als je geen gloeilamp wil gebruiken, maar leds, dan moet je even de polariteit controleren. En natuurlijk weerstanden gebruiken. Die wil nog niet los. Mijn soldeerbout is, behalve dat die vies is, ook nog erg droog. Dus dit is vaak ook in die Lima's nog solderen op loodbasis, wat heel erg fijne solder is. Maar dat heeft soms ook net een iets andere temperatuur dan je soldeerbout die af heeft gesteld voor loodvrije solderen. Er zitten allemaal kleine verschillen in. Zo. De diodes die heb ik ook niet meer nodig, dus die gaan er ook uit. Zo. En nu zie ik hier nog één draad lopen vanaf het wielonderstel naar een van de polen van de motor. Dat betekent dat deze draad voedt nu de motor vanaf de rails. En vanaf de andere kant kwam de draad hierop uit. Deze ga ik ook loshalen. Zo. De polariteit. Links of rechts van de stroompickup bij een decoder maakt niet uit. Dat betekent dat het de rode onderstel eruit komt. Maar nu kan ik de zwarte, in dit geval, is de kap wegleggen. Andere. Zo. En dat betekent dus dat ik de rode ga ik vastmaken hierop. Of eigenlijk in mijn geval aan de kap. En de zwarte komt op deze pin hier. En ik denk zelfs dat ik hem op het motorstel direct ga vastzetten. En om dat te doen, zo, moet de behuizing van de wielen af. Dat zijn twee schroeven. En dan heb ik hier de motor in mijn hand. Hier zit een metalen strip. En dit is de stroompickup van deze wielen hier. Ik wil hier zwart opzetten. Die gaat over de motor heen. De decoder zal ongeveer hier zitten. Dus ik kort hem een klein stukje in. Naast de soldeerbout heb je dus ook nodig een tang. En iets om de kabel te strippen, dat kan ook met de tang. En je ziet dus als je dit doet rechtstreeks met de decoder, dat je waarschijnlijk een klein zwart draadje nodig hebt. Of dat je het via die oude draad moet doen, die dan weer niet voorzien is van isolatie. Nu de motor. Daarvoor heb ik nodig grijs. En oranje. En grijs gaat naar, motor linkerzijde en oranje naar motor rechterzijde. Nou ja, wat is nu links, wat is nu rechts? Dat ligt er maar net aan hoe ik hem bekijk natuurlijk. Ik ga er even vanuit dat de motor voorin komt te zitten en dat hij deze kant op gaat rijden. Dus die, zoals hij nu voor mijn neus staat, goed staat. En dat betekent dat ik oranje op de eerste pin wil en grijs op de tweede. Gelukkig, als nou dadelijk blijkt dat het niet helemaal lekker werkt, kan ik ze natuurlijk nog eventjes omwisselen. Dus zeker als ik ze ongeveer even lang hou. Nou, als ik dan dadelijk ongelijk heb, dat zie ik als ik de verlichting aansluit, kan ik ze nog omwisselen. Wat verlichting betreft, blauw is de gedeelde
Minpool, nee, een gedeelde pluspool. Ik haal het altijd door elkaar. Blauw is de gedeelde pluspool. En wit en geel zijn minpolen die geschakeld worden. Wit is de verlichting voor de voorkant. Geel is de verlichting voor de achterkant. En dat stelt je in staat om wisselende verlichting te hebben. Maar ook om te zeggen, als je de ene kant op rijdt, dan wil ik op zowel geel als wit stroom hebben. En dan krijg je wit en rode verlichting. Of als je achteruit rijdt, dan wisselt de geel en wit zich om met diodes. Nou ja, dat gaan we niet doen hier. Dat is leuk. We gaan hier het simpel houden. Ik heb het onderste pinnetje hier, dat is dezelfde hier, heb ik aan elkaar gesoldeerd. En daar gaat dus de blauwe draad op. Nou, een beetje kijken wat lengte. Ik zie vaak treinen met tape op de verbindingen. Ik wil natuurlijk wel dat ze geïsoleerd blijven. Ik zelf gebruik liever krimpkous. Als je krimpkous hebt, zeker een aanrader om te gebruiken. Heb je het niet, dan is inderdaad tape nog altijd beter dan niets. Het fijne van krimpkous is dat het ervoor bedoeld is. Gaat dit passen? Met moeite. Dan moet ik een goede soldeer maken. Anders is deze krimpkous te smal. Een goede soldeer begint met iets minder tin erop. En om een krimpkous te krimpen kun je doen met je soldeerbout. Ik zelf heb ook nog hier een warmtekanon staan om hem te krimpen. Zo. Ik had gezegd dat de motor aan de voorkant zou komen. Dus wit moet aan de voorkant lamp komen. Geel moet aan de achterkant. Dit zijn hele lange draden. Ik doe geel en wit weer op dezelfde lengte afknippen. Mocht ik me dan vergissen, dan kan ik het erom draaien. Je kunt natuurlijk de zwarte helemaal loshalen en direct op de lamp, de gele direct op de lamp zetten. Ik heb alleen gemerkt dat die solderingen die erop zitten bij Lima vanaf de fabriek, het zijn niet altijd de beste, maar die van de lampen die zijn moeilijk om het weer op te zetten. Waarom weet ik niet. Ik denk dat mijn soldeerbout gewoon niet genoeg vermogen heeft om het voor elkaar te krijgen. Dus ik gebruik gewoon de draden die er al op zitten. Groen gebruiken we niet. Dat is een extra aansluiting. Samen met de paarse die vaak op de decoder aantreft voor dat is een extra uitgang. Dus die kort ik ook even in. En rood moet aan de kap, maar eigenlijk is bijna alles nu al klaar. Nou, de draden zijn nu ontzettend slordig, geef ik toe. En dat kan echt nog netter. Dat ga ik zo dadelijk, als alles in elkaar zit, eens kijken of wat ik ermee precies ga doen. Met tape of met tie wraps of met wat loshalen en wat strakker solderen. Dat is ook echt een optie. Maar de basis is klaar nu. Het enige wat nog rest is die kabel hier aan de kap. Voor de stroompick-up. Die behoud ik nu eventjes zoals die is. Dus dat ook stroompick-up via de pantografen mogelijk is. Dat is ook deels omdat als dit nu allemaal tegenvalt of ik weet
op miraculeuze wijze goedkoop een LS-model variant hiervan op de kop te tikken. Dan is maar de vraag of ik deze digitaal wil verkopen. En met de draden, bijna alle draden die er nu nog in zitten, heb ik alleen maar de diodes te bewaken, hoewel ik die ook genoeg heb liggen, om hem helemaal weer in originele analoge staat te herstellen. Nou, dat is ook wel fijn voor een volgende eigenaar wellicht. Nou ja, dat kan altijd in overleg. Maar die mogelijkheid openhouden vind ik met dit soort treinen, dit soort wat oudere Lima's, wel erg fijn. Als ik dit allemaal eruit haal, dan moet ik wel wat meer werk doen om de boel te herstellen. Zo, nou dit is de meest basale, meest eenvoudige manier van een Lima digitaliseren. De upgrades die mogelijk zijn, moet je denken aan de LED-verlichting inbouwen in plaats van gloeilampen. Rode verlichting erbij, zodat, zodat je het kunt wisselen, op, dat hij ook rode achteruitrijverlichting heeft. Je kunt bezig gaan met de motor, mocht hij niet goed rijden, om daar om het te vervangen voor een CD-motor. Dat zijn de wat geavanceerdere onderwerpen. En ik moet dit absoluut nog even helemaal goed wegwerken. Maar als het enigszins opgeborgen is, is de kwestie van op de baan zetten of op je programmeerspoor zetten. En in gaan regelen. Kijk goed naar de snelheid. Staat er niet te veel stroom op de motor, loopt hij niet te hard. Zorg ervoor dat hij niet veel harder rijdt dan de rest van je materieel. Of als je de mogelijkheid hebt om hem te speedmatchen, regel het dan in. Ja, en ik heb hier nu dus een verschrikkelijke decoder in zitten. Ik ben benieuwd wat dat hier gaat doen. Ik zou er alleen geen Logpilot 5 in gaan zetten. Dat is echt wel overkill voor wat de motor en het model aan kan. En ja, terugbouwen heb ik laatst nog gedaan bij een Lilliput. Het is dus een kwestie van de draden eruit. Alles op de oude manier aansluiten. En klaar is Kees. Ik ga nu even kijken of de verlichting alles goed zit. En of dat ik niet nog wat om moet draaien. En even hier iets doen met al die bekabeling. En dan laat ik zo het resultaat zien. Na het digitaliseren wilde ik een rondje proefrijden. En ik zag dat de locomotief heel erg moeilijk liep. En dat komt hierdoor. Ik hoorde de motor lopen. Maar het locomotief liep niet fijn en had heel weinig trekkracht. En na het opnieuw openmaken zag ik dat dus de tandwiel een aantal tandjes kwijt was. Ook het tandwiel waar het op aansloot is zijn tanden voor een deel verloren. De kans is heel groot dat dit al het geval was. Ik heb er niet mee gereden toen ik deze locomotief binnenkreeg. En ja, bottenpech. Bottenpech of iemand die het wist en die hem verkocht heeft als dat er niks aan de hand was. Met het digitaliseren heeft dit niks te maken. Er staat niet veel meer vermogen op de tandwielen of veel meer druk op. Dus ik had hem nu graag een rondje willen laten rijden. Maar ik ben aan het wachten op nieuwe tandwielen. Ik heb nog iemand gevonden die ze had. Hopelijk zijn dat de goede. En dan kan ik het alsnog proberen. Ik heb wel gezien, een klein beetje wat ik reed, dat de richting van de rijrichting en de verlichting goed waren. En ik heb verder gemerkt dat die, ja, wat je hier ziet. Als ik aan een tandwiel draai, dan draait maar één wiel. Jammer, ik had hem graag laten zien helemaal op de baan. Nu heb ik alleen maar een aantal Benelux rijtuigen staan. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.